U bent raadsleden van Almelo. Op 14, 15 en op 16 maart bent u door de kiezers van de gemeente Almelo gekozen. Vandaag krijg ik het besluit uitgereikt op papier. Daar staat in dat er vermoedens zijn dat ik als adviseur optreed namens een milieustichting. En dat heeft ertoe geleid dat de raad, de oude raad, dus de 17 oude raadsleden ook, hebben beslist van ja, die willen we niet in de raad hebben. Ja, er waren vandaag 32 raadsleden aanwezig. Raadslid Stork en raadslid Hummels waren door gezondheidsredenen verhinderd. En ja, zoals misschien bekend zijn er maar 34 leden van de nieuwe raad toegelaten tot het raadslidmaatschap. Dat betekent dat er een vacature is. Ik vind eigenlijk de kiezer bepaalt wie in de raad komt. Maar uiteindelijk, de kiezer heeft gekozen. Die wil hebben dat ik in de raad kom. Ik krijg ook mensen van GroenLinks en van PvdA. En zeggen, we hebben niet op je gestemd, maar we willen wel hebben dat je erin komt. Vrij uitzonderlijke situatie dat de gemeenteraad, dat staat in de wettelijke bepalingen, moet beoordelen of iemand kan worden toegelaten tot het raadslidmaatschap, ook na de verkiezing. Dus verkozen worden betekent niet meteen dat je die raad in gaat, want er wordt gekeken of je oud genoeg bent, of je in de gemeente woont. Maar ook of je activiteiten vervult die strijdig zijn met de wet en die maken dat er een vermoeden van belangenverstrengeling kan bestaan. Nou, dat toetst een commissie uit de gemeenteraad en legt dat ook uiteindelijk voor aan de gemeenteraad. Ja, en ten aanzien van één benoemde kandidaat op de lijst van de Partij Vrij Almelo heeft de raad gezegd, ja, dat advies van onze commissie, dat volgen wij. Wij laten deze persoon niet toe. Maar als het erop aankomt, beslist de oude raadsleden of ik er wel of niet in mag. En dan nog vandaag, voor nu net om 1 uur krijg ik er binnen 2 uur, op basis van vermoedens. Nou ja, op het moment dat je raadslid bent, dan treedt het betreffende wetsartikel in werking. Dan mag je die functies niet uitoefenen. Nou, ik ben eergisteren al uit die stichting gestapt als bestuurder. Dus ja, moreel vind ik, en juridisch ook, dat er geen beletsel is om mij in de raad te installeren. Maar toch heeft de oude gemeenteraad beslist dat ik nu vandaag niet geïnstalleerd mag worden. Omdat het zo uitzonderlijk is en dus eigenlijk niet voorkomt, ik heb het nog niet in mijn praktijk nog niet eerder meegemaakt, hebben heel goed uitgezocht wat dit nou betekent. Dit raadsbesluit dat genomen is, daar staat geen beroep op de rechter tegenover. Dus je kunt niet naar de rechter toe om te zeggen, joh, ik wil dat u dat toetst. Het staat ook letterlijk in de wetgeving dat er geen, zoals het formeel het beroep open staat tegen zo'n besluit. En de consequentie is dus dat die vacature door iemand anders moet worden vervuld van de lijst van de Partij Vrij Almelo. Ik dacht dat als je gekozen wordt door de kiezer, dat je dan het mandaat hebt. Maar blijkbaar zijn er wat regeltjes die zeggen van dat is niet zo. Ja.